een beetje improviseren zo. Maar uiteindelijk werkt dit ding als een föhn natuurlijk ook, hè, s'nachts. Zie ik jou, dan is het zomer. Dan geniet ik, ben ik blij. Jij laat de vogels fluiten. Het is tijd voor jou en mij. Zie ik jou, dan is het zomer. Bij Steen betekent eigenlijk, is het allerbelangrijkste in mijn leven geweest. Het nam zelfs wel eens de meest belangrijke plek in. En dat is het in feite niet natuurlijk. En doordat we er zoveel werk aan gehad hadden om het succes echt te pakken, hebben we het ook niet zo snel laten gaan. We hebben het echt vastgehouden, want we hadden er zo lang voor geknokt, tot we het ook lang hebben vastgehouden. EZN stopt er weer. Zoals werd vanmiddag bekend op een persconferentie in de plaats waar ze groot werden, Volendam. Het is als een bom ingeslagen toen ik het vertelde in de band. En het was wel stil. De enige die wat vertelde, dat was Jan Tuyp. Die kwam met zijn eerste reactie en die zei, waarschijnlijk ook in een impuls gezegd, je laat je collega's in de steek. Onze zanger Jan Keizer, naast mij, heeft ons een tijd geleden gemeld dat hij het na 40 jaar welletjes vindt en dat hij wil stoppen met BZN. Wij hebben daarop in gezamenlijk overleg bepaald dat onze volgende tour de laatste tour zal zijn. De final tour. Na 40 jaar hebben we het hoogtepunt bereikt. En dat zou ik graag zo op die manier willen afsluiten. Ja, ik denk ook gewoon dat hij voelde dat het niet meer zo was zoals het altijd was. Je bent 40 jaar met elkaar bezig en het is allemaal in harmonie gegaan, maar je krijgt toch een klein beetje irritaties en op een gegeven moment dan moet je stoppen met dingen. Als het niet meer lekker loopt, je moet wel nog dat bruisende gevoel hebben en dat vond ik zelf ook niet meer. Jan die heeft 42 jaar op stenen gelopen met die bed en op een gegeven moment krijg ik kramp. Na zo'n tijd. En volgens mij wordt het toch een sleur na 42 jaar, want dat is lang. Weet je, op laatst werd BZN ook natuurlijk het automatisch piloot. Op laatst vroeg ik ook niet meer, waar moet je daar naartoe vanavond? Dat was allemaal zo gewoon. Je vraagt ook niet aan een man die iedere dag naar zijn werk gaat, wat ga je vandaag doen? Dat sluit er gewoon in. Ik denk dat ik, als ik er nu op terugkijk, heel goed heb gedaan. Omdat wij een fantastische afscheid hebben gehad. Met meer dan 3 miljoen mensen die daarna gekeken hebben. Wanneer we dat niet gedaan hadden en we hadden gewoon door blijven spelen. Op hetzelfde, met dezelfde intentie. En, dan had het waarschijnlijk op een gegeven moment toch had de kaars langzaam uitgegaan. En dat vind ik, dat had ik heel jammer gevonden. Ze zijn al meer dan 40 jaar bij elkaar. Ze traden op in 25 landen over de hele wereld. Scoorden 55 grote hits en kregen daarvoor 86 gouden en platina platen. Vanavond voor de allerlaatste keer samen op één podium. Hun afscheidsconcert. Hier is voor u BZN! Now the time has gone,
to go our own ways. Ik voel me als iemand die een hele goede vriend, die een paar maanden over geweest is uit Australië of zo, en waar je een prachtige mooie tijd mee hebt gehad, dat je die zo direct naar Schiphol moet gaan brengen. In eerste instantie had ik nog niet eens gedacht dat BSN zou stoppen. Maar wij hebben natuurlijk na Annie. Annie ging weg en we hebben gewoon een andere zangeres genomen. Dat geeft ook een beetje aan tot dus de leden van de band zelf er tegenop zagen om op opnieuw weer te gaan beginnen met iemand anders. Ik heb begrepen dat er toch een tendens is waarbij mensen denken dat iedereen echt finaal gestopt is met muziek maken. Nou, dat zou voor mij niet mogelijk zijn. Dat heb ik ook nooit gezegd. En Veerman is gewoon iemand die prachtige liedjes kan maken. Die in hart en nieren een muzikant is. En die daar ook al in doorgaat. Dat geldt ook voor Dick Platt. Dick Platt is gewoon een hele goede muzikant. Goede saxofonist. Schrijft ook liedjes, maakt mooie teksten. Carola, die heeft een gezin. Een moeder staat toch altijd anders in het gezin als een man weer, als een vader. Dus die heeft toch wat meer afstand. Dan ben je gewoon minder ook betrokken weer met de band. Zij moet toch kiezen tussen twee dingen. De emoties werden me toch even de baas. Toen ik... Opeens zag ik het gebeuren. Toen ik... Toen ik die... Die laatste twee nummers, toen keek ik en dacht, ja... Dat is wat laatst. Nog meer. Daar gaat mijn leven, dacht ik. Dat is over. Dat vond ik heel moeilijk. Maar het is fantastisch geweest. Het is 20 jaar voor mijn leven geweest dus. Vanaf dat ik eigenlijk een klein burkje was. Is dit alles voor ons gedaan eigenlijk. Ik kan wel begrijpen dat iedereen verdrietig was. Ja, het is toch een beslissing. En die mensen die hebben... die hebben soms een heel sociaal leven met BSN. Ze reisden ons echt van Limburg naar Groningen na. En wanneer dat dan wegvalt, ik begrijp dat dat heel moeilijk is. Op dit moment kan ik het nog niet zo goed onder woorden brengen. Ik denk dat, dat het gemis straks pas echt komt. Na het laatste concert, toen was ik wel helemaal kapot, moet ik eerlijk zeggen, toch? Het was toch vrij emotioneel, al heb ik dat niet zo laten merken. Maar ik was wel heel blij dat ik naar Italië kon. Dat is toch het land waar ik altijd naartoe ga, zomers. En waar ik me volledig op mijn gemak voel. Als reïncarnatie bestaat, dan ben ik daar geboren. Wanneer... ziet waar we uiteindelijk zitten. Er is geen airco. Het is soms 40 graden warm. Je besterft het bijna van de hitte. En dan zijn er van die erge gekke Volendammers die naast me zitten die zeggen, als ze straks airco in het huisje gaan bouwen, dan ben ik vertrokken. Het is echt niet te geloven. Ik heb veel dingen meegenomen in Nederland. Nou, hier alleen dit stuk kaas.
Eigenlijk had ik dit ook niet hoeven meenemen. Dan kun je een heerlijke kaas krijgen. Hey, Het is gewoon nu al te warm. Ontbijt in de Nalli halen. Mijn dochter komt uit Milaan, Malpensa. En die komt om 9:45 Lansen. Kwart voor tien. 9:45 toch? 9:45 9:45 9:10 gaan jullie weg. Oké, okay, ja dat is het. 9:45 Toch de warmte, zo. Toch de warmte. Marie heeft ontzettend veel aandacht voor iedereen. Dat maakt het heel absoluut speciaal. Waar je jong bent, denk je nog niet met haar wil ik oud worden. Ken je tullen, Marie? Maar we konden heel goed met elkaar. Dat is sowieso in het begin natuurlijk belangrijk. En in het begin zijn die vlinders. Ik had een buit met vlinders. Dus dat zat wel goed. Ik ga even mijn zwempak aantrekken. Ja, doe je best. En als ik dat dan, hè, dan ken de camera uit. Dit is het Italië. Helemaal niks doen. Kom hier al 20 jaar. Dan zeggen ze, wat doen jullie dan? Helemaal niks. Helemaal niks. Dit is het. Dit doen ze niet. Hallo jongens. Hallo. Kom je uit Nederland? Ja. Hoor je dat niet? Hey, welke plaats? Heemskerk. Is het leuk in Heemskerk? Hartstikke leuk. Is het leuker in Heemskerk dan hier? Nou, hier is het ijs lekkerder. Hier is het ijs lekkerder, ja. Kijk hier, ja. Italiaans ijs, ja. En merk je dat dat Jans zich ontspant hier? Ja. Hoe merk je dat dan? Nou, wij is rustiger. En de texeem. Oh. Texeem is weg. Hij is relaxter. Hey, nou, mijn petje is uit de lijn gewaaid. En dan maak ik het zwembad in. Ken jij mij niet? Toevallig heb ik het net in mijn handen. Ja. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Een wonder. Maar zou je het eraf halen willen? Tuurlijk. Neem je oor ook even gelijk mee. Zit het meeste haar. Ton is mijn jongste broer. Hij is 12 jaar jonger dan ik. Het is erg leuk om met Ton op vakantie te gaan. Je ziet er nou uit. En niet alleen dat. Gewoon om bij hem te zijn. Want hij heeft een bepaalde gevoel om zich heen van vrolijkheid. En ik zie daar mijn vader in terug. Die was ook heel komisch. En dat is gewoon leuk. Nu ga je gelijk harder ook, hè? Het zwembad. Sneller. En harder. Zie ik jou, dan is het zonder. En geniet ik, ben ik blij. Jij laat de vogels fluiten, het is tijd voor jou en mij. Valt niet mee. Maar het is goed voor je buikspieren, dus dat gaat meteen maar weer verder. Voel mijn hart nu sneller slaan. Ik wil jou beloven, om echt nooit meer weg. Geslaagd. Ja, vet, vet. Ik val niet mee, jongens. Het is een beetje improviseren zo. Maar uiteindelijk werkt dit ding als een vuil natuurlijk ook, hè, s'nachts. S'nachts zorgt hij voor enige verkoeling, want het is hier bedroevend warm. Maar zo krijg ik ook nog, zit mijn kapsel ook nog redelijk, want het is gewoon een vuil. Kijk, dit bedoel ik nou, ja. Dan kunnen we even. Kan ik mij weer laten zien op de camping. Anders duurt het een beetje. Het
het is al improviseren. Met het haar van mij. Hun. Maar zo moet het toch weer kunnen, zou je denken. Dan ga ik nu even de koffie doen. Het is zoals het vroeger voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Met zo'n filtertje, weet je wel. Je kan een beetje hoofd niet in je buik kan houden. Ik zit zo lang in het vak en ik heb eigenlijk Jan Smit ontdekt. En ik zit hier aan de keukentafel met mijn eigen dochter die zingt. En die moet mij ervan doordringen dat ze eigenlijk wel aardig kan zingen. En dan ben je als vader toch een beetje sceptisch, omdat je wil dat het goed is wat ze doet. Je wil voor een afgang besparen. Dat is een bepaald mechanisme dat bij een vader er blijkbaar in zit. Tenminste bij mij. Dus in eerste instantie zei ik tegen haar, Nali, het moet goed zijn, anders doe ik het gewoon niet. En toen zijn we het gaan repeteren gewoon. Iedereen bestaat met een beetje context. Hij staat helemaal verkeerd. Mag ik er binnenkomen? Nee, dat was niet goed. Nog. Maar ik heb ook geen instrument. Als je nou een akkoord aan slaat. Hij gaat altijd goed. Maar nu met jou erbij niet. Leuk, hè? Oh. Dat maakt niet uit. Ik zoek wel even. In de meenie spontaan had hij wel goed. Maar het is niet. Maar het is niet. Goede zien. Met mij alles zien. Nee, maar wat je punt is. Ik weet zo niet. Geen akkoord. Het staat in C. Maar je C-akkoord zou hebben. Okay. Nou, ik toonde de gitaar mee. No. Ken je even C? Hij heeft geen gitaar. Ik kan je gitaar niet meenemen. Wat dom. Wat dom toch? Geef mij je lach en de wereld lacht terug. Geniet van elke dag, het leven gaat zo vlug, ongeacht welke ding. Op het gezicht van iedere wereld. Dat is goed. Goede dag, de taal van elke dag. Die iedereen verstaat met een beetje goede wil. Maak je echt een wereld van verschil. Nou, dit is nou eens je goed. Alle kinderen vrij en blij. Uiteindelijk heb ik ook gehoord dat het gewoon goed klinkt. En dat het gelukkig zuiver is. En dat er een bepaald timbre in zit wat me wel aanstaat en wat ik leuk vind. En het past, het kleurt heel mooi bij mijn stem. En dat is natuurlijk erg leuk erbij komt. Geef mij een lach en de wereld lacht terug. Geniet van elke dag, het leven gaat zo vlug. Ongeacht. Soms fiets ik lekker naar Hoorn op een mountainbike. En dan heb ik onderweg een liedje. En dan denk ik, ja, ik ga doorfietsen of al, maar anders ben ik het kwijt. En dan voel ik het meestal dan thuis, zo snel mogelijk thuis kom, dan ga ik het spelen. Hij heeft boven een prachtige kamer, alles voor zijn eigen. Maar Jan maakt zijn liedjes hier. En dan is hij even bezig met een liedje opnemen. Wacht even bij u met die stofzuiger. Oké. Okay. En wil je weer, wacht even. Ja, dat wordt allemaal weer gedaan in de kamer. Je bent het mooiste wat me ooit is overkomen. Met jou kan ik de hele wereld aan. Ik wist dat jij van mij is dat het er zo was gekomen. Hey, geloof ik niet. Ik hoor nu wel op de achtergrond, dat zou zomaar zo kunnen, dat Marie gewoon een stofzuiger is hoor. Tijdens de opnames van deze compositie. Dan moeten we toch even in vervolg
Want er luisteren nu mensen naar. Dan moet de stofzuiger uit, zeg maar. 70 keer hoor ik elk liedje. Of 700 keer. Nou ja, ik zeg ook wel eens dat of dat. Dus het lijkt daarop, het lijkt daarop. Tuurlijk, daar luistert hij wel naar. Ja. Maar ja, hij doet toch zijn zin, hoor. Ik denk dat ik het liedje voor Corrie waar redelijk op de rit heb. Zie je wel nog veel. Je doet net al verteld. Je zei voor Corrie of het al is. Nou ja, ik heb, dit is echt voor speciaal voor Corrie. Maar ik heb dit liedje, moet je luisteren naar. Wat vind jij hier nou van? 1, 2, 3. Een compleetje, hè, dit? Dit ligt wel op. Het zal ergens van kennen. Nee. Dit is van Corrie. Ik hoor het even vertellen. Ga eerst even de wasmachine aanzetten of zo. Even de belangrijke dingen. Je gaat even de wasmachine aanzetten nu. Of zo. Ja, je hoort het toch? Lekker, lekker. Ze heeft nu even lekker, gaat ze luisteren. Ik ben er al. Ik wil het even warm doen. Dan ga je haar doen of zo. Nou, ga maar door. Oké. Je bent bereid te luisteren? Ja. Op een gegeven moment kreeg ik een verzoek van de platenmaatschappij op mail of ik het repertoire wat ik nu gemaakt had met de nieuwe plaat, of ik dat ook wou laten horen aan mensen die bij de platenmaatschappij daarmee aan het werk gingen. Ik zeg, dat is heel gek, ik heb dit nog nooit in mijn leven gedaan. Wij maakten bij BSN een plaat en dan kwam die plaat gewoon uit. En nu is de bedoeling dat ik hem eerst voor ga zingen of zo bij jullie. Dat vond ik zo gek. Dan zegt hij, nee, je moet het ook niet verkeerd overdenken. Het zijn allemaal mensen die naar de platenwinkels gaan met dat product. En het is alleen maar goed om die mensen positief te laten worden over die plaat. Hey, Aline. Hoe is het? De cursus. Ja, ik ben er al. Ja. Ik ben er al. Jij brengt mij even bij de, waar de check-out is. Heb je er zin in? Ja, natuurlijk heb ik daar zin in. Fijn, wij ook. Maar ik ben toch wel een beetje nerveus, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, het gebruikelijke repertoire, dat zing je wel meer. Maar dit waren allemaal nieuwe liedjes, nieuwe teksten. En ja, dat is toch wat anders. Je moet genieten van het leven is van jou. De hele wereld is van jou alleen. Toedum, toedum, Napels in Shanghai. Daar was dat met z'n bij. Zo'n 3 maanden geleden stonden er 10.000 mensen in Ahoy en 3 miljoen mensen zaten naar de televisie te kijken. Naar Jan Keizer, Carola Smit en naar de rest van BZN. En jij met hem over de dansvloer. Het is een soort Sinterklaasgevoel, dat je de cadeautjes mag laten zien. Dus dat, dat was het eigenlijk. En dat vond ik wel leuk. Lage landen, zijn de bom van mijn bestaan. De grond van mij bestaat, de lage landen, de lage landen. Waar de wind altijd vrij spel heeft, al ben ik nog zo vaak, naar een weet ik waar gegaan. De lage landen.